Ik ben in de sfeer, ik hoop jullie ook. Of misschien zitten nog met een paar studenten thuis. Wel, dit is goed voor en de sfeer en voor de blokstudent, want dit is gemaakt met de Rode Piet. De Rode Piet wordt al sinds mensenheugenis, sinds de oudheid, gebruikt als kleurstof. Knal, knal, knalrood. En wat gaan we maken? We gaan rode pancakes maken, versierd met besjes en lekkere stroop. We gaan eigenlijk een pancake taart maken. Nu, klinkt allemaal heel, een beetje snoepen, maar er zit meer achter. De rode biet is namelijk eigenlijk wonderfood. De rode biet is goed voor je hart- en bloedvaten. Is wetenschappelijk bewezen een goede om te vechten tegen kanker. Verhoogt onze sportprestaties, maar zorgt er ook voor dat onze hersenen het beter doen. De student. Maar enfin, er zijn zoveel wetenschappelijk bewezen eigenschappen die verbonden zijn met de rode biet. Te veel om op te noemen, laat staan om jullie allemaal mee te bombarderen. Dus ik ga het hier gewoon allemaal van onderop schrijven. Zeg je nu van, de rode biet smaakt een beetje naar aarde, niet mijn ding. Begrijp ik volkomen. Dan is er nu iets nieuws. En dat is gewoon rode biet poeder. Smaakt veel minder door, maar bevat wel alle goede stoffen van de rode biet. En die ga ik dus gebruiken om mijn beslag te maken voor deze lekkere pancakes. Natuurlijk kan je, als je zegt van, ja, maar pancakes, ik hou niet van zoet, dan kan je nog altijd dit toevoegen aan een groentesapje of door je smoothie of door je soep doen. Hè? Kan allemaal. Maar wij gaan dus pancakes maken. Wat hebben we nodig? Speldbloem. Weges, vezelrijk, gezond, iets minder gluten dan witte patisseriebloem. Gewoon 150 gram. Bloem. Af en toe moet ik even spieken. Een theelepel bakpoeder. Hop. Een beetje kaneel. Dat gaat ervoor zorgen dat onze bloedsuikerspiegel nog stabieler blijft. Kwestie van als je er heel veel stroop bij doet. En dan... Kijk nu naar die kleur. Die kleur is echt geweldig. Twee lepels van deze prachtige rode bietpoeder. Ruikt ook lekker. Zo. We gaan dat gewoon mengen. De droge ingrediënten gaan we gewoon mengen. De droge ingrediënten zijn nu gemengd. Nu gaan we de natte ingrediënten mengen. Even een beker nemen. Dat zit in de decolleté. Sorry. Ik heb 150 milliliter ongezoete havermelk. En daarbij doe ik 1 eetlepel appelsieder. Zo. En 1 eetlepel esdoornsiroop. Ik doe wel de dop eraf, anders dan werkt het niet. Zeg je van, ik ben een zoet bekje, dan mag dat wat meer zijn. Zeg je, ik hou niet van zoet, dan doe je wat minder. Mengen. We gaan nu gewoon droog en nat samengooien. Ik bak sowieso in kokosolie. Waarom? Kokosolie is een gezond vet, maar is ook een geweldig goed verzadigd vet. Ja. Maar onze hersenen hebben verzadigde vetten nodig. Dus dat is dan weer goed voor die blogstudenten die bovenop in die boeken zitten te zweten, terwijl wij al bezig zijn met feestelijke pancake-taartjes te maken. Donker uitgevallen. Ze worden natuurlijk wel bruiner als je ze pakt. Makkelijk, gezond, vegan, geen dierenleed,
En je kan de pancakes op de dag van tevoren bakken, maar ze eventjes opbakken op het moment dat je ze gaat stapelen. Ik wens jullie hele fijne dagen. Jullie studenten wens ik ook nog veel succes. En verder, laat eens weten hoe jullie pancake toren is gelukt. Post met een fotootje. Vinden wij leuk. En een duimpje. Fijne dagen.